Yo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we Clash of Clans doen. Natuurlijk. En ja, ik heb heel veel loot. Je ziet het ook rechtsboven. En ik zit nu op mijn iPad, want dan is het iets makkelijker met de controls. En over 2 uur, ik had mijn Pekka geüpgrade. Over 2 uur is mijn Pekka naar level 5, wat heel chill is. En ik kan dingen upgraden, wat heel chill is. Want ik wou deze upgraden. En dat ga ik natuurlijk doen. 3, 2, 1, 8 dagen wachten. Ta! Zo. En wat moet ik met mijn elixir doen? Want ik heb heel veel elixir. Ik kan er niet veel mee. Maar ik kan wel mijn... Oh nee, wacht. Ik ging... Weet je wat ik ga doen? Sparen. Ik ga hier even allemaal bosjes weghalen. Want anders, ja, anders kan ik geen, hier kan ik ook nog allemaal dingen upgraden, ga ik zo doen, maar anders kan ik geen iets in mijn laboratorium upgraden, dus daar moet ik 30 edelstenen voor hebben en dat haal ik wel hieruit, dus dat is mooi. En met mijn dorp gaat het natuurlijk heel goed, ik speel elke dag erop. Bijna elke dag. Ja, oké, elke dag. Ik ben een beetje verslaafd, maar dat maakt niet uit. Als je maar leuk vindt. Nou, ik wil edelstenen. Ik wil geen elixir. Of ik wil geen XP. Ik wil edelstenen. Jammer dat hier één bouwvakker is. Dan moet ik keilang wachten. Dat is irritant. Maar ja, je moet hem eenmaal meedoen. Hoppa, 30 edelstenen. Zo, en dan gaan we deze even jammen. Het is een Pekka van level 5 en die ziet er echt kapot, kapot vet uit. 3, 2, 1. Zo. Die is gejammed. En waar staat die? Kijk, die ziet er gewoon kei vet uit. Die Pekka level 5. Ik kan iemand doneren en dan heeft hij een level 6. Maar we gaan nu de Valkyrie upgraden. Lekker veel dingen upgraden natuurlijk. We gaan de Valkyrie upgraden. Of deze. Nee, ik denk eerst Valkyrie. Valkyrie gebruik ik veel meer dan deze. En deze is ook best handig als je hem wilt upgraden. Maar we doen toch de Valkyrie. 14 dagen wachten. Dat is wel heel lang. 3, 2, 1... 14 dagen, oh. Dat lijkt me super lang. En ik ga natuurlijk eventjes in de builderbase iets upgraden. Het is niet zo'n lange aflevering, omdat ik heel veel moet upgraden. Maar ik ga ook nog aanvallen, dus misschien wordt het wel een lange aflevering. Maar wat zullen we upgraden? Oh ja, want ik had dit beloofd, hè. Dus dat gaan we ook eventjes doen. 3, 2, 1, tja. Al het goud weg. Oké, dus... Ik heb ook heel veel elixir. Maar wat ik daarmee kan upgraden. Wat gebruik ik meer? Ik gebruik meer barbaren. Maar die kan ik niet upgraden. Want die zijn al max level. Dat is best irritant. Maar. Ik kan reus doen. Ik kan. Deze is ook kapot vet. Die had ik ook laatst geüpgrade. Volgens mij. Dat weet ik niet. Nee, dat kan niet. Doe ik wel maar. Reuzen. 1 miljoen in, ik zeg 3, 2, 1. 2 dagen wachten. Ja, dat is kapot veel. Oké, we gaan hier aanvallen. Dadelijk gaan we bij de bij de normale base aanvallen. Zo, even aanvallen. Ik hoop dat ik 4% haal. Denk wel. Zachter zitten. Zo. Want hier is best veel herrie in die. Zo even spammen. Al die barbaren spammen. Dat moet allemaal kapot. Oh, zelfs dat gaat kapot. Die sloper of zo. Ik weet niet hoe het heet. Ik speel niet superveel builderbase, maar wel veel.
Zo. En we hebben gewonnen, dat is mooi. En nu gaan we even hier aanvallen. Dus ik zie jullie als ik een aanval heb gevonden. Oké, ik heb een aanval gevonden. Het is niet heel veel duister, maar het is ook een beetje goud. Dat is ook best handig. Dus we plaatsen er gewoon een reuze mee. Ja, en een reuze natuurlijk ook. En wat tovenaars. En we zetten wat nieuwbrekers erbij. En dan plaatsen we dadelijk gewoon een pekka level 5. Oh, oh jeetje. De klein kasteel komt eraan, dus plaatsen we even nieuw. Mijn moeder. Een jumping spel. Dit, dat. En dat plaatsen we daar. En dan gaan ze naar binnen. Dat is heel nice, want ik heb volgens mij al 1000% geplaatst. Nou, wat ik helemaal niet zag. Oh, die gaat omhoog, die gaat omhoog. Dat is mooi. Waar gaat die hazen? De hazen, oh, die moet ik snel ook doen. Die koning die is bijna dood. En de waterkoning is ook bijna dood. Ik pak het stap uit met het hovenaar. Het hovenaar. Oké. Ik heb heel veel elixir. Volgende keer ga ik heel veel elixir uitgeven hoor. Over 14 dagen. Ja, sowieso over 14 dagen. Zo. Niet zo goede buit, maar ja, ik doe het ermee. En we hebben nog een buit van Kleine Stil. Ik heb een hele grote goudkluis, dus die gaan we even openen. Misschien kan ik nog iets upgraden. Even kijken. Nee, dat niet. Dat ook niet. 5 miljoen is te duur. Kan hoor, kan. Hoort hier is ook 5 miljoen. Ik kan wel kleine. Deze doe ik. Deze ga ik even opgeven. En deze natuurlijk ook. Dan is alles een beetje deze, snap je? En een kanonnetje kan er ook bij. Zo, hopelijk vonden jullie de video leuk. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. En deel deze kanaal met al jullie vrienden. Ik train meteen snel de troepen. En het is echt... Ik heb veel dingen geüpdate. Echt normaal. Hier een Inferno toren. Deze. 5 dagen wachten. Oeh. En ik heb deze geüpgrade. En deze. Dus het is veel geüpgrade. Dus hopelijk vonden jullie het leuk. Deel natuurlijk en like. En dan zie ik jullie de volgende keer.